Wat gaan vertellen over onze winteroperatie. En jullie zitten lekker bij 22 graden in het zonnetje, zonder jas, nou, groot gelijk. De voertuigen die jullie kunnen zien komen aan komen rijden, dat zijn Severo's. Severo's zijn gemaakt in Zweden en wegen 23 ton, 23.000 kilo en hebben een tankcapaciteit van 7.000 liter. KLM heeft in totaal 26 Severo's. En de witte kleur die u ziet, dat is de KLM Ground Service huiskleur. En de gele stickerbeplakking, dat is in verband met de zichtbaarheid bij slecht weer. De operators in de voertuigen, dat zijn de-ice operators. En moeten meerdere dingen tegelijk doen. Ze moeten een joystick gebruiken, ze moeten rijden en ze moeten spuiten tegelijkertijd. Dus een hele goede oog, hand en voetcoördinatie is daarbij zeer wenselijk. Achter ziet u voertuig 328, wordt bestuurd door Guus. En Guus heeft een maximale hoogte op dit moment van 13 meter. Dus het is zeer wenselijk dat je hiervoor geen hoogtevrees hebt. Flight 100, enter Papa 16 and call ready for treatment. Flight 100, we are ready for de-icing. Ik ga op dit moment na toestemming van de cockpit de operators toestemming geven om te gaan beginnen. Heren operators, jullie mogen beginnen. Roger. Nou, ze luisteren keurig, dat is altijd wel makkelijk. Vorige shows waren ze wat opstandig, dus hou er een klein beetje rekening mee. Vooral als je op de eerste rij zit. Ik heb je gewaarschuwd. Op het moment dat een de-ice behandeling wordt aangevraagd, dan bepaalt de deco bij ons, de de-ice coördinator, die bepaalt waar het toestel wordt afgehandeld. Dit alles hangt af van meerdere factoren en onder andere drukte. Er wordt dus bij ons op de de-ice platform wordt er gede-iced en op het Bravo platform. Nou, onze de-ice methode die wordt bepaald door meerdere factoren. Bij droog, vriezend weer en hogere vochtigheid gebeurt het in een eenstapsmethode. Dat houdt in dat het toestel in één stap gede-iced en geanti-iced wordt. Maar bij bijvoorbeeld neerslag, zoals sneeuw en of bijvoorbeeld aanvriezende mist, is het nodig om hier ook een tweestapsbehandeling overheen te doen. Waarbij in de eerste stap het toestel wordt gede-iced en in de tweede stap het toestel wordt geanti-iced. En dat laatste is in verband met dat het beschermd is vanaf het moment dat het klaar is tot het moment van take-off. Nou, de onderdelen die gede-iced worden zijn onder andere de vleugel, het stabilo en het kielvlak. En tijdens de behandeling op dit moment wordt er alleen gede-iced met water. En bij ons gebeurt het ook onder andere met de-icing vloeistof in een mix. Er is een... De 328 is klaar achter de lijn, dankjewel. 328, en de 325 is klaar achter de lijn en de gele zijde is vrij, dankjewel. Nou, dit wordt dus genoemd door de operator, zodat de ijsman ik op dat moment dus... We kunnen daar per uur ongeveer 6 toestellen kunnen wij daar afhandelen. Waarbij dat gemiddeld is tussen wide bodies en small bodies, dus kleinere toestellen. Wij doen gemiddeld per keer ongeveer 6 toestellen. En het aantal toestellen wat bij ons het record heeft gehad is 324 op één dag. En wat Stefan net ook al zei, de meeste aanvragen in het jaar was 8000 en dat is in het jaar 2009-2010 geweest. Ik hoop dat de vrijwilligers ook jullie poncho's hebben gegeven, vooral op de eerste rij. Ik heb ze zojuist toestemming gegeven om jullie wat af te koelen. Ik hoop in ieder geval dat jullie een hele leuke presentatie hebben gehad. Ik wil mijn collega's Guus en Roger hartelijk bedanken voor deze professionele manier van afhandelen. Op mij na dan. En ik hoop dat u verder nog een hele prettige dag heeft. Dank u wel.